Duitse goal. Ja. Okay. Suarez! Ja, ja. Suarez! Door al het werk van Tevez. Suarez! Al het werk van Tevez. Hey kijkers, mijn kanaal is Terms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe FIFA-serie. De serie die alles nog gaat bepalen voordat FIFA 16 uit gaat komen. En dat doe ik natuurlijk samen met FC Roelikoppie. Roelikoppie hier. Wij gaan onze Road to Dream Team starten. We mochten allebei één spits uitkiezen. Ja. En dat zijn... Tromgeroffel. Bam. Oh, en dan mogen jullie raden wie van wie is. Niet dat ik nu... Ja, nee, we zitten goed. We zitten goed, joh. Ik zit zo. Ik zit zo. En jij zit zo. Dus ja. Dat ik had Tevez gekozen. Ja. En jij Luis Suarez. Dat is Roelkan, dit is Vincent Kan. Stem voor FC Vincent. Wij gaan met z'n tweeën... FC Vincent. Okay. Wij gaan met z'n tweeën dit team beest maken. Maar hoe gaan we dat doen? Jij gaat de spelregels uitleggen en ondertussen ga ik packs openen. Geef me even die controle. Oké, zoals je ziet hebben we 4-4-2, maar die formatie kan nog wisselen. Maar we hebben allebei een helft van het team. De rechterhelft is van mij, is van Tevez. En de linkerhelft is van Vincent, dat is Suarez. We gaan nu allebei 10 packs openen. En de spelers die we daarin krijgen moeten we even onthouden. En die kunnen we dus gebruiken om ons helft van het team op te vullen. Maar stel jij krijgt een hele goede linksmidden of rechtsmidden, bedenk ik me. Dan kan je die ook toch wel gewoon... Overkopen van mij? Nee, ja, misschien kunnen we wel wisselen. Oké, je hebt Firmino nu. Ja, is dat goed? Ja. We mogen alleen bronzen spelers gebruiken, hè? En waarom open je dan gouden packs? Oh, kak. Ja, dat weet ik niet. Oh my god, ik zit... inderdaad. We beginnen met bronzen spelers. Ze mogen ook niet brons glimmend zijn. Ja, we hebben natuurlijk al een hele goede spits. Maar als we dan met een geheel goud team... Oh, dat is een BBVA-keeper. We beginnen natuurlijk met een brons team. Ja, we hebben al gouden spelers, dus het zou oneerlijk zijn als we ook gelijk een goud team hebben. Dat is heel makkelijk in divisie team. Nee, zo werkt dat. We beginnen hiermee. En als we dan eenmaal 10 pakjes hebben geopend... Ik zit nu op 2, of dit is mijn derde. Ja. Dan moet je dus van die spelers je eigen kant gaan aanvullen. Dus ik vind dat we gewoon elkaar spelers mogen gebruiken. Zolang het maar brons is. Zolang het brons en dan gaan we gewoon steeds upgraden. En hoe we dat gaan doen, leggen we na de packs wel uit. Ik hoop nu wel dat we een beetje Argentijn of Uruguayanen krijgen, want zo schiet het helemaal niet op. Ik kijk helemaal niet eens wat ik krijg, ik skip het gewoon. Hoeveelste pack is dit? 5 of 6? Volgens mij is dit 5. Ik moet je snel mijn coins opgaan hierdoor. Moet je kijken. Nee! Huilen met de pet op. Oh my god. En ondertussen tel je even packs over. Het zou chill zijn als jullie deze nieuwe serie een like willen geven. Ja, er is geen content. Nee, je bent bij FIFA-punten. Ja, druk allemaal even massaal op het duimpje omhoog voor deze nieuwe serie. Ja. Raoul en ik wouden eigenlijk weer head-to-head gaan doen, maar dat gaan we sowieso met FIFA 16 gaan we dat weer starten. Ja, we hebben head-to-head gewonnen, dus dan... Ik weet niet hoeveel pakketjes ik heb geopend. Nou, dan staat dit wel 10, 10, heel mooi. Zo, nu mag jij 10. Oh ja, ik mag nog. Jij mag 10. Ik heb 10 gedaan. Druk allemaal dus op het duimpje omhoog. FIFA 16 gaan we weer head-to-head beginnen. Abonneer ook even op FC Groen, die linkje staat bovenaan in de beschrijving. En laten we voor deze eerste aflevering voor 4000 likes gaan. Dat moet wel lukken, toch? En blijf supporten. Als jullie gewoon elke keer 4000 likes halen, wie weet gaan we het einde van de serie. Voordat FIFA 16 er nog is. Ja, het is eigenlijk best wel stom. Gaan we het account ook nog wel geven, weet je wel. Maar dat is richting het einde van de serie. Yes. Toch? Yes. Nou, ik open er nog één en dan die gratis pack. Want volgens mij hebben we echt veel weer gedaan. De coins gaan ook zo snel op. Ik kan niet eens bijhouden hoe snel het gaat. Zoals jullie kunnen zien hebben we dus 2 topspitsen. Raoul is Tevez, ik ben Suarez. Linkerkant is van mij... Rechterkant is van Raoul. Ja. Voor elke wedstrijd dat of Suarez of Tevez man of the match is, één van de twee. En we moeten niet natuurlijk elkaar of gaan stalken. Of de hoogste rating. Nee, dat is... Niet gaan stalken. Maar inderdaad, wie of de hoogste rating is of man of the match, is dus één upgrade waard. Dat houdt in dat een bronzen naar een bronzen glimmende gaat, een bronzen glimmende naar een zilveren, et cetera. Op die manier moeten wij ons team zo sterk mogelijk maken. Wij gaan één potje spelen voor vandaag. Dus druk allemaal even op het duimpje omhoog. Mocht jij een speler hebben voor ons, laat dan even een reactie achter. En aan de hand daarvan, je weet, is jouw upgrade de volgende keer wat upgrade van ons team. Ja. Oh, Frans team. Fuck, hij heeft Benzema en die... Griezelman. Het is best... Dit is dan iemand die net aan het begin heeft, weet je wel. En op zich is het best een mooi team. Ja, wij hebben zwaar zijn tip. Ja, goed. Dat is waar. Maar hij heeft wel 88 teamgeest. Kijk, het voordeel is, normaal moeten mensen nog wennen om samen te spelen. Maar wij hebben die hele head-to-head serie al gehad. Yep. Duitse goal. Ja. Okay. Suarez! Ja. Suarez! Door al het werk van Tevez. Suarez! Al het werk van Tevez. Kijk hoe hij ook staat. Fuck it. Nice. Oké, high five. En dat konden we nooit doen met head-to-head, hè? Oh. Subliem. Subliem. Hey. Hey. Zo doe je dat, Raoul. Oh, ja. De keeper bewoog niet eens.
stond gewoon stil. Ja, ik heb hem 2 assists gegeven. Ik heb 2 goals gegeven. Je praat gewoon uit spelen voor hem dit. Wat is dit? We hebben gewonnen. Ja! Eerste potje gewonnen. Oké, ik ben... Was dat nou een box die ik niet aan zou komen? Ja, je deed zo. Papieren. Ik druk kruisje. Ik wil kijken. Ik druk man of the match is. Ik druk ook de hele tijd kruisje. Wie is nou man of the match? Jij of ik? Wie denk je? Dat heb ik dus niet. Kijk, Tevez die heeft 2 assists gegeven en een zwaarst 2 doelpunten gemaakt. Dat zei ik. Yeah. Maakt niet uit. Kijk, 2 doelpunten. Tevez 2 assists. Ah, kijk hier. Het heeft met passes. Hier. Suarez heeft 6 van de 15 dribbles. Tevez 10 van de 16. En Tevez heeft veel meer tackles gedaan. Yes. Yes, yes, girl. Yes, yeah. Ik mag een upgrade. Oké, laat achter welke upgrade jullie graag voorbij zien komen. Dan gaat Roos even flink bedenken of hij dat wel of niet gaat toepassen. Ik heb al een ideetje. Vergeet even om mezelf niet op het duimpje omhoog te drukken. Zien we jullie graag de volgende keer natuurlijk weer bij een nieuwe... Heb ik gezegd? Nog een keer. Nee. Opnieuw. Dus vergeet dat allemaal even niet en dan 4000 likes. Tot de volgende keer mensen. En ciao. Ciao.